Fabel van de verwaande kraai. Er was eens een kraai die hoog in de boom zat. Vandaar keek hij minachtend naar beneden. Hij vond dat alle wezens op de grond maar klein en onbelangrijk waren. Op een zeker ogenblik zag hij een adelaar rondvliegen. Plotseling dook deze naar beneden, greep met zijn grote klauwen een lammetje en vloog ermee weg. "Ah, dat kan ik ook," zei de kraai. Tevreden keek hij naar zijn vleugels en naar zijn staart. "Per slot van rekening zijn mijn veren even zwart als de zijne." Toen zag hij een schaap in de verte en dacht dat het een lammetje was. Vanuit de hoge boom leek het schaap niet zo groot. Bovendien kon hij de kop van het schaap niet zien, want het dier bukte zich juist om wat water uit een beek te drinken. De kraai fladderde naar beneden en zette zijn poten in de schapenvacht. Maar toen hij weer wilde opvliegen, waren zijn poten in de wol verward geraakt. "Kra! Kra! Help!" kraste de kraai toen hij niet kon loskomen. "Help!" Daar kwam de herder aanlopen. "Wat verbeeld jij je wel, domme kraai?" riep hij. "Denk je soms dat je een adelaar bent?" Hij maakte de kraai los uit de schapenvacht en nam hem mee naar huis. Thuisgekomen liet de herder de kraai kortwieken en gaf hem aan zijn kinderen als speelkameraadje. "Vader, wat is dat voor een rare vogel?" vroegen de kinderen verbaasd. "Volgens mij is het een kraai," zei de herder lachend. "Maar ik geloof dat hij zelf denkt dat hij een adelaar is. Hij is nogal verwaand, weet je. Toch denk ik dat hij nu zijn lesje wel heeft geleerd."